De brandweer in Nieuwekerk aan den IJssel is de afgelopen tijd regelmatig niet inzetbaar bij branden en ongevallen. De problemen bij de brandweer zorgen ervoor dat de inwoners veel langer op hulp moeten wachten. De langere wachttijd ontstaat doordat de brandweer uit een ander dorp, zoals Moordrecht en Zevenhuizen, moet komen. Alleen al over de eerste 9 dagen van april 2014 gaat het om 15 uur, oftewel 25% van de reguliere kantoortijden, dat de brandweer niet beschikbaar is in Nieuwekerk. Ook in februari en maart gaat het om tientallen uren waarop het belangrijkste voertuig van de brandweer in Nieuwekerk niet bruikbaar is. Dat blijkt uit gegevens die bij Omroep Zuidplas bekend zijn. Ja, dat probleem doet zich al een aantal jaren voor, ook voor de regionalisering. Toen was het kantoorpersoneel van de brandweer Zuidplas dat instapte op de overdagsituatie als het tekort aan mensen was. Dat hebben wij proberen op te lossen door daar een afdeling te plaatsen. Dus dan had je ook opstappers op de overdagsituatie. Maar helaas lukt dat niet goed op het ogenblik. Bij een incident op maandag 9 april moest de brandweer uit Moordrecht en Gouda komen. Gevolg bijna een kwartier langere reistijd, waarbij de locatie het Goudmos in de wijk Zuidplas nog relatief gunstig lag. De brandweer uit Zevenhuizen, die meestal als reservedienst doet, had 3 kwartier eerder een melding van een woningbrand gekregen. We hebben een zogenaamde kazerne-volgordetabel. Dat betekent dat als de eerste kazerne die normaal gesproken uitrukt niet in staat is om uit te rukken, dan volgt er automatisch een tweede. Dat zit in het systeem van de meldkamer ingebakken. En dat gaat dus automatisch. Juist bij woningbranden en ongevallen met beknelling kan de tijdige aanwezigheid van de brandweer het verschil maken tussen leven en dood. Tijdens een incident in februari 2013 werd duidelijk hoe lang het duurt voordat de brandweer uit bijvoorbeeld Zevenhuizen aanwezig is in Nieuwekerk. Na een alarm werd een complete basisschool aan de Van Beethovenlaan ontruimd. De leerlingen moesten bijzonder lang wachten op de brandweer vanuit Zevenhuizen. Gelukkig bleek er op dat moment weinig aan de hand en konden de leerlingen uiteindelijk weer naar binnen. De reden dat de brandweer uit Zevenhuizen kwam, zou in een fout systeem in de alarmcentrale hebben gezeten. Wettelijk gezien moet u binnen 18 minuten altijd aanwezig zijn. Is dat haalbaar wanneer een kazerne buiten dienst staat? Ja, onze kazerne-volgtabel is zo opgebouwd dat dat altijd haalbaar is. U kunt garanderen dat de brandweer in ieder geval binnen 18 minuten is. Maar officieel gezien, bij sommige gebouwen, een winkelcentrum dat overdekt is, hoort u eigenlijk binnen 5 minuten voor de deur te staan. Dat is inderdaad wat de wet zegt. Echter, als je de wet zou toepassen op de brandweer in Nederland en alle objecten die daarin zitten, dan zou je Nederland opnieuw moeten opbouwen, zoals wij dat noemen, rondom kazernes. Dus dan zou het bejaardentehuizen die in de 5 minuten norm zitten en overdekte winkelcentra, die zouden om brandweerkazernes heen gebouwd moeten gaan worden. Die eis die staat ter discussie in de Tweede Kamer, gelukkig wat ons betreft. En wij kunnen dus niet altijd aan die eis voldoen. Hoe snel een brand om zich heen kan grijpen, wordt ook duidelijk in een voorlichtingsvideo die de brandweer vorig jaar liet maken. Binnen 3 minuten kan een sigarettenpeuk op een bank uitgroeien tot een grote woningbrand. Wat kunt u eraan doen om te zorgen dat die paraatheid omhoog gaat, dat die kazerne wel bemand is? Nou, het eerste probleem ligt in de beschikbaarheid van vrijwilligers op die kazerne. Want ook al zou er geen personeel, beroeps- of kantoorpersoneel daar aanwezig zijn, dan zou die kazerne normaal gesproken bemand moeten kunnen worden bij een uitruk. Daar ligt onze eerste aandacht. We hebben gelukkig nu 4 aspiranten in de opleiding, maar een opleiding duurt 2 jaar. We hebben ook een beroepsbrandweerman van een andere plek vandaan bereid gevonden om als vrijwilliger op te treden. En we zijn met 1 vrijwilliger in gesprek over een aanstelling. Dat is de ene kant. De andere kant, we zijn aan het kijken hoe we andere oplossingen kunnen vinden, zodat we wel opstappers ter plaatse hebben. En er wordt nu personeel verplaatst elke keer. Bij een eerste incident dat bij Omroep Zuidplas bekend is, waren er te weinig brandweermedewerkers in het dorp om uit te rukken. De aanwezige 4 brandweermensen, er moeten er 6 zijn, hebben toen via de alarmcentrale aan moeten geven dat er niet compleet uitgerukt kon worden. 8 minuten na de melding is de post in Zevenhuizen te hulp geroepen. Om dit probleem te voorkomen is een nieuw automatiseringssysteem in gebruik genomen. Vrijwilligers moeten zich elke dag aanmelden op een appje, op hun telefoon.
En dan kunnen wij zien hoe de beschikbaarheid is van een kazernepost. Wij zien dat dat nogal eens varieert. Als wij goed van tevoren weten hoeveel mensen zich aangemeld hebben voor die dag en voor welke uren, dan kunnen wij daar actie op ondernemen. Dan vragen wij andere vrijwilligers van andere kazernes, Zevenhuizen, Moordrecht, om plaats te nemen tijdelijk een paar uurtjes op Nieuwekerk. Of we kijken of er personeel is van andere kantoren vandaan. Risicobeheersing in Gouda of 24 uur personeel van Gouda wat over is. Dat verplaatsen we dan tijdelijk naar Nieuwekerk. Ja, want u heeft ook eerder gezegd van we zetten er gewoon een afdeling met kantoorpersoneel op de kazerne in Nieuwekerk. Want voor de regionalisering zat er ook kantoorpersoneel. Kan er geen afdeling blijven in Nieuwekerk? Nou, dat is een van de punten waar we nu naar aan het kijken zijn. Kunnen we niet ander kantoorpersoneel naar Nieuwekerk brengen wat daar vaster zit? Het probleem met het kantoorpersoneel wat er nu zit, de afdeling, is dat die mensen te veel buiten de deur zijn om daar een constante factor te zijn. Wanneer denkt u dat die afdeling eventueel daar weer zou kunnen zitten? Ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen, maar ik weet wel dat er druk op staat. En de burgemeester wordt ook aangesproken op de paraatheid. Burgemeester Katz heeft een warm brandweer gehad, dus wij doen er alles aan om dat zo snel mogelijk voor elkaar te brengen.